Goedemiddag, ik ben Thijs Vergoed van restaurant Colette Vijvers in Averbode. Ik ben 31 jaar. We hebben 1 ster Michelin sinds 2016, na 11 maanden opening. En in 2019 was ik jonge topchef van Vlaanderen. Wij zaten eerst in Westerlo in een kleiner pand, maar na de corona eerste lockdown zijn we verhuisd naar hier, de prachtige locatie aan de Vijvers in Averbode. En wij zullen hier ook permanent blijven. Daarnaast gaan wij ook in korte tijd op hetzelfde domein, in dezelfde site, een bistro open doen. Bistro de Vijvers. Stages gedaan in binnen- en buitenland, aan de Côte d'Azur, in de Champagne-streek, l'Hôtel de Ville. En dan heb ik ook leren Frankrijk kennen. En dan na mijn doorlooptijd op school heb ik dan ook 2 jaar gewerkt bij Joël Robuchon in l'atelier de Joël Robuchon in Parijs. En in allerhande andere sterrenzaken in binnen- en buitenland. Ik denk dat je in het begin altijd heel loyaal moet zijn aan je chef. En dat je goed moet luisteren, goed moet stelen met je ogen, goed moet kijken. Maar je moet natuurlijk ook een beetje talent hebben. Ik denk dat dat niet ongezegd moet blijven. Je moet wel wat talent hebben. Je moet ook de ambitie hebben. Hoe komt dat je snel groeit? Ja, dat is door wat je er zelf insteekt. Wat wil je zelf bereiken in je leven? Wat is de ambitie die je voorop stelt? En als dat je doel is, dan ga je daar ook wel geraken. In afzienbare tijd uiteraard. Onze keukenidentiteit of stijlidentiteit is productkeuken. Klassiek. Dus wij werken echt met de klassieke basissen à la Escoffier tussen aanhalingstekens. Maar wij brengen dat fris en eigentijds op bord. Wij werken met de beste producten die voorhanden zijn. Europese kreeft, Noordzee, tarbot, handgepelde grijze garnalen, caviar. Maar wij brengen dat op een eigentijdse, moderne manier. Zijn wij Frans-Belgisch? Misschien wel, maar is dat een... Escoffier is Frans. Voilà. Wij hebben vooral een eigen identiteit. We werken vooral à la carte. We hebben een mooie uitgebreide à la carte kaart. Mensen kunnen komen kiezen waar dat ze zin in hebben. Ik vind dat ook een filosofie van op restaurant gaan, is de kaart krijgen en kiezen op het moment waar dat je zin in hebt. Wij willen ook wel weten wat er gebeurt in de horeca of in de gastronomie, dus wij volgen die tendensen wel. Je leest magazines, je volgt andere chefs, je gaat ook al eens ergens anders eten, dus je hebt daar wel, je ziet dat wel gebeuren. De vraag is alleen, neem je dat mee, neem je de goede dingen mee? Kopieer je alles of niet, of behoud je je eigen identiteit? En ik denk dat het belangrijk is om je eigen identiteit en filosofie niet te verloochenen en die te behouden. En dat is hetgeen dat wij doen. Ik moet zeggen dat die COVID-periode nu, die lockdown, ons ook wel wat creativiteit geeft, omdat we nu vrij zijn om na te denken. Onder het jaar ben je druk bezig met al hetgeen rondom je zaak. En vandaag kun je echt vrij denken over je gerechten, over je nieuwe kaart. En dat voel ik wel, dat enorm veel nieuwe creativiteit met zich meebrengt.